Hoi allen, ik ben Tim en in deze video hebben we de laatste opvallende dingen van aflevering 8. We bespreken onder andere iets opvallends in Soy zijn mollicitatie, Follow the Money begint uiteen te lopen en het podcastschema weet nu de laatste afvaller voor de finale. Om deze video te beginnen een drietal korte gemiste hints van aflevering 8. Ranomi maakte de foto's uit het safari in het zwart-wit, is zij kleurenblind en een mol is natuurlijk blind. Dan een shot waarin Daniel spiegelend in te zien is. Een mol heeft natuurlijk twee gezichten en bekijkt zichzelf in een spiegel. En tot slot schiet Ranomi tijdens het openmaken van haar envelop in de lach als ze de inhoud van de envelop ziet. Jurre wil natuurlijk een vrijstelling en leidt Ranomi hiermee Jurre dus af van de geldbedragen. Want als je een vrijstelling hebt, ga je natuurlijk niet lachen. Speelt Ranomi hiermee dus geld uit de pot? Dan heb ik nu van alle afleveringstitels een schema gemaakt met de focus op Daniel. In de vorige vrijdag video had ik een schema gemaakt met de titels naar Jurre in de focus. En hier in het i'tje in de video kan je ook die video met Jurre afleveringstitels nog even bekijken, mocht je dat willen. Verbinding. Daniel maakt de juiste verbinding tussen de kisten, maar verdient samen met vrouwtje geen geld. Daarnaast zegt Everon dat Daniel lullen als brugman kan. En dit zegt Daniel precies in zijn mollicitatie. Dat is dus een hele goede verbinding. Kunstgreep. De titel betekent ook wel manipuleren. Daniel manipuleert Anke in het bondje die ze samen sluiten. Spelbreker. Daniel breekt het spel samen met Jurre en Soy om voor de jokers te kiezen in plaats van geld. Daarnaast breekt hij als enige het spel door het kistje die Sander en Nabil zochten te vinden. Want als mol krijg je natuurlijk de taak om de kistjes niet te vinden. Maar breekt hij hierdoor het spel door zelf juist wel het kistje te vinden. Weglopen. Daniel is de enige die niet loopt, maar vliegt. Portretten. Daniel ontvangt de portretten van Jurre en Anke. En daarnaast heeft hij controle over de portofoon. Leidensweg. Daniel hoeft samen met Jurre de eliminatie natuurlijk niet bij te wonen. Zijn lijden is dus weg. Inzichtelijk, Daniel weet het juiste plan in de paraglider opdracht om 3000 euro en de 5 jokers allemaal te verdienen. En tot slot brandpunt. Chris de fotograaf wijst Daniel aan terwijl hij praat over de zwakste dieren in de natuur. En terwijl Chris dat doet, staat Daniel in die spiegelende foto van de leeuw. Ondertussen wijst Chris ook nog Daniel perfect aan. Nou, erg heftig dat de afleveringstitels natuurlijk ook best sterk wijzen naar Daniel. Dit seizoen vind ik nog steeds heel erg lastig om die keuze te maken over wie nou de mol is. Maar over lastig gesproken, ik kreeg daarnaast ook een Facebook video doorgestuurd van een Belgische molloot op Instagram. En in die video zit ene Janneke de Bel van NPO Radio 1 het programma waaronder de productie en de molloten af te kraken op een manier waarvan ik denk, is dit nodig? Waarom moet ik met deze mensen op dezelfde wereld verblijven? Het is niet te doen. Ik hoorde laatst iemand zeggen, ik zit nogal in een soytunnel. Met deze mensen moet ik samenleven. Het is alsof je 10 afleveringen gaat wijden aan wie jij denkt dat komende maand de staatsloterij gaat winnen. Vorig seizoen luidde een van deze verklaringen, de mol droeg een shirt met op de achterkant Bird 33. Het was het 22e seizoen en er deden 11 kandidaten mee. Dat is samen 33. En Bird verwijst naar de Albanese vlag waar een tweekoppige vogel op staat. En de mol heeft ook twee gezichten. Serieus, hè? Ik verzin dit niet. Is er iemand die toen hij dit hoorde dacht, verrek, ik heb daar dus gewoon overheen gekeken? Ik verdenk het programma ervan dat ze die hints ook helemaal niet van tevoren bedacht hebben. Die hints, die zijn er helemaal niet. Ja hoor. Molloten worden deze fanatieke kijkers ook wel genoemd. En die term, lieve mensen, is geen geuzennaam. Het is een keihard scheldwoord dat mij tot op het bot zou raken. Spoiler alert, mocht iemand mij ooit zo noemen, dan sta ik niet voor mezelf in. Er zijn ook nog verschillende opmerkingen onder de video geplaatst door onze molloten. En velen zijn het er niet mee eens en zeggen dat zij het niet per se hoeft te kijken. Dat het geen verplichting is om te kijken naar Wie is de Mol. Daarnaast is zij blijkbaar ook cabaretier. Maar als ik heel eerlijk ben, noem ik dit nou niet echt het grappigste wat ik ooit heb gezien. In de beschrijving van deze video vind je de link naar de video op Facebook. Om hem helemaal te kunnen bekijken. Abonneer snel om op de hoogte te blijven van alle wekelijkse Wie is de Mol hints en theorieën video's. Dan de hint die is gevonden door Siem met de letter M die wat het lijkt alleen voorkomt bij het interview van Soy. Je ziet namelijk tijdens een glitch in het interview een letter M kort en krachtig verschijnen bij Soy in beeld. Nou heeft Mol Levi een manier om dit te ontkrachten.
Hij zegt namelijk dat hij gehoord heeft dat die M heel erg goed kan slaan op het Michigan logo. Op het vest die Soy ook aan heeft. Maar wat we natuurlijk niet kunnen zien. Het kan dus zijn dat door de glitch dit logo van zijn kledingmerk omhoog getrokken werd. Kan natuurlijk ook best wel een goede nep-int zijn door de productie. Dus het is een hele lastige theorie. Verder heb ik zelf nog iets ontdekt in Soy zijn mollicitatie. Als we namelijk naar het einde gaan, eindigt zijn mollicitatie in een soort slow motion beeld. Bij alle andere kandidaten is er geen slow motion te zien aan het einde van de mollicitaties. Dus erg verdacht kan dit zeker zijn. Maar je kan natuurlijk deze twee situaties ook leiden naar Daniel, die veel te maken heeft met hacken. Want alle foutjes dit seizoen beginnen steeds meer op te vallen. Er zijn zoveel foutjes dat je eigenlijk niet meer kan zeggen dat dit niet bewust gedaan is. Dan gaan we even naar Follow the Money. En dit schema is gemaakt door de thermometer. Hierin valt op dat Jurre €250 verdient in deze aflevering. En Daniel juist helemaal niks. Daarnaast verdient Ranomi in opdracht 2 1437,50 en Soy €562,50. Ik heb besloten om hiernaast een paar andere schema's van Follow the Money te vergelijken. Het valt namelijk op als je naar Daniel kijkt dat hij eigenlijk per losse aflevering niet echt heel erg veel verdient. Terwijl dat juist wel zo lijkt te zijn. In aflevering 1 heeft Daniel €275 verdiend. Jurre €125, Soy €500 en Ranomi ook €275. Aflevering 2. Daniel verdient precies €269,44. Jurre verdient €169,44. Soy €144,44. En Ranomi verdient ook €169,44. Dan gaan we even naar aflevering 5. En hier verdenkt Daniel... Hier verdient Daniel €775. Jurre min €1750. Soy verdient helemaal niks. En Ranomi verdient €250. Dan aflevering 6. Daniel verdient €333,33. En hetzelfde geldt voor Soy. En Jurre verdient min €333,33. En datzelfde geldt voor Ranomi. Dan aflevering nummer 6. Hier verdient Daniel €1000, maar geen €2000. Jurre verdient €600. Soy verdient helemaal niks. En Ranomi verdient ook niks. Wat valt hier dan eigenlijk op, Tim? Goeie vraag en dat ligt best lastig. Ik zeg nog steeds, en dit geeft mij steeds meer confirmatie dat Daniel de mol is. Als je puur en alleen kijkt naar hoe hij het geld verdient en geld uitgeeft, dan blijft dat in een goede balans. Bijvoorbeeld met de roze kerkopdracht met de enveloppen. Als mol denkt Daniel slim en pakt hij het geld. Omdat en Ranomi natuurlijk al afgevallen is, mede dankzij hem. En Jurre en waarschijnlijk Anke echt wel voor een joker gaan kiezen. De eindstand is dat er heel veel geld uit de pot gaat. Maar puur en alleen doordat Daniel dus heel slim nadenkt. Stel jij was Jurre geweest in die opdracht en je ziet dat Daniel geld voor de pot verdient. Dan kan je makkelijk die joker kopen aangezien er toch weer geld in de pot bij is. Of nou ja, het lijkt natuurlijk dat er geld in de pot bij is. Maar dat is natuurlijk niet zo, want Ranomi ligt uit de opdracht en dat kostte precies min €1250. Verder kiest Daniel ervoor om voor €1000 te gaan en niet voor €2000 in aflevering 7. Hiermee lijkt hij onverdacht, want hij gaat natuurlijk voor het geld, terwijl niet alles wordt verdiend. De focus ligt dan meer op de mensen met de jokers. En daarbij, als alle kandidaten om je heen aan het mollen zijn, geld uit de pot aan het spelen voor jou, dan kan je net zo goed heel fanatiek doen en rustig het spel spelen door toch nog af en toe wat geld er toe te voegen aan de pot. Je weet toch wel dat Jurre of iemand anders dit eruit gaat spelen. Maar goed, dat is natuurlijk mijn conclusie. Doe hiermee wat je wilt. En ik zeg zeker niet dat Jurre juist wel heel erg goed met het geld omgaat natuurlijk. Meepraten over wie is de mol en onder andere gezellige gesprekken over theorieën, hints en molacties. Dan kan je de WhatsApp groep joinen en de link staat hieronder in de beschrijving. Ik zie je hopelijk daar. Dan nu natuurlijk ook weer even de podcasttheorie, maar dan dit keer ook niet van El Niño, maar wel een beetje geüpdate. In de vorige podcast zaten Soy en Jurre gezellig samen na te praten. El Niño had hierbij gelijk dat Jurre sowieso in de podcast zou belanden. Als we dan nu gaan kijken naar de volgende podcast, zijn er nog twee mogelijkheden met het nabespreken. Allereerst kan de combinatie met alle drie de finalisten die nabespreken een logische zijn. Een goede finale podcastaflevering zou dat natuurlijk ook zijn. Daarnaast is de optie dat Ranomi samen met Daniel na praat, aangezien zij samen nog nooit zijn geweest in de podcast. En als dit waar is en dit klopt, dan betekent het dus dat één van deze twee afvalt de volgende aflevering. En dat betekent dan ook gelijk dat het een grote mogelijkheid is dat er voor het eerst in de geschiedenis van Wie is de Mol een mannenfinale gaat komen. Soy, Daniel en Jurre in de finale. Dus Tim, op wie zet jij je punten? Ik blijf mijn punten op Daniel zetten.
sinds ik een paar mogelijkheden heb gezien, denk ik dat Daniel toch uiteindelijk wel de uiteindelijke mol blijkt. Ik wil niet switchen naar Jurre, aangezien het er zo erg te veel bovenop ligt dat eigenlijk bijna niet mogelijk kan zijn. Als het wel zo blijkt te zijn, dan worden de aankomende seizoenen van Wie is de Mol dus nog ingewikkelder. Maar mijn punten gaan in ieder geval op Daniel. Tot slot, om deze video even af te sluiten, nog wat van jullie reacties uit de vorige video's. Allereerst de opmerking van Roland Rodenburg. Hij zegt een heel slim iets. Wat als in de volgende aflevering halverwege iemand afvalt en de verliezend finalist Jurre, tussen haakjes, bekend wordt gemaakt? Dan gaan alle punten van de appspelers helemaal weg. Ik kan hier ook wel iets in vinden, alleen denk ik dat de makers het wel gewoon als verrassing houden wie de verliezend finalist is, zodat ze meer kunnen laten zien bij de bekendmaking op Paleis Soestdijk. Dan de opmerking van Mara Lisa Cutie Pie. En dat is een iets minder aardige opmerking, al zeg ik het zelf. Zij vindt namelijk dat Jurre echt de mol niet is en noemt het daarbij dat ik een botte kop zou hebben. Erg bedankt voor deze reactie. En één ding moet ik je wel meegeven. Ik hoop ook niet dat Jurre de Mol is natuurlijk. Tot slot de opmerking van Martin Almere. Hij zegt dat deze aflevering niet echt toevoegend was. Ik ben het er deels mee eens. De test die ze hebben toegevoegd was nou ook niet per se nodig. Ik vind dat ze elke test nu een twist hebben en dat is echt veel te veel. Normale testen kunnen ook gewoon prima, zoals de eerste drie testen. En verder, geen afvaller is natuurlijk ook jammer, waardoor we weer langer moeten wachten. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen dat de opdrachten dit seizoen natuurlijk ook best wel goed verbeterd zijn en met meerdere lagen. Dus dat maakt het dan wel weer een soort balans. Nou, bedankt weer voor het kijken naar deze best wel informatieve video. Volgende week zal ik als extra de drie losse video's naar elke finalist uploaden. Abonneer ook zeker mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan wens ik je een hele fijne jacht in aflevering 9. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer. Laters.